Leraren uit de hele onderwijssector legden vrijdag het werk neer voor de landelijke onderwijsstaking. En PSV greep dat moment aan om alle kinderen die dan zonder juf of meester zitten op te vangen. De club organiseert speciaal voor de staking een zogenoemde Kidsdag. Met activiteiten in het stadion en op de hertgang werden de kinderen een hele dag bezig gehouden. Overigens konden niet alle kinderen zomaar meedoen. Er was plek voor maximaal 300 kinderen en de kinderen van sponsors van PSV kwamen als eerst aan de beurt.